Hey allemaal, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag ga ik een Q&A doen samen met Liesel en Stan. Hallo. Voilà. Mijn twee hulpjes hier vandaag gaan de vragen oplezen en ik ga ze beantwoorden. Dus, let's go. Wat zou je doen als er fans aan je deur staan? Silke de Gidlaar vraagt, waar is Jan? Voor de mensen die het trouwens niet weten, Jan is de moderator in mijn chat. Ah, Stijn, jij zit hier in de kast. Ja? Waar is Jan? Ja, het is uit de kast gekomen. Wat zouden jullie meenemen op een onbewoond eiland? Niet zo. Een vliegtuig. Een vliegtuig om ervan af te geraken? Ik zou een landingsbaan meenemen. Wat? Ah ja, anders kun je niet opstijgen, hoor. Ah ja. En hoe kan je het vliegtuig er anders, ja? Dus Liesel, wat vind je van mijn streams? Ik vind de punten wel leuk. En jij, Stijn? Axel Verhemeldonk vraagt, Dennis, heb je een huisdier? Wie is een braaf hondje? Stijn? Ja. Wie is een braaf hondje? Ja. Jaro Mertens vraagt, wat zou je kiezen? Iedereen dat denkt dat je geit geneukt hebt, terwijl dat niet waar is, of je hebt een geit effectief geneukt en niemand weet het? Je kijkt toch naar mij, hè? Ja, jij. Ja, volgende vraag. Wel, dat waren alle nuttige vragen voor deze keer. Er waren niet zoveel nuttige. Jullie zijn gefaald. Dank jullie zo voor de lachen. Wow. Even een blauw duimpje als je het leuk vond en dan zie ik jullie volgende keer in een nieuwe video. Check ook even Stijn zijn kanaal en check even Liesel aan Twitter of Facebook of zo. Ja. En dan hier de blooper. Ik ga op je knieën wat doen. Wat dan ziet je ons toch niet? We moeten gewoon onze ogen of zo zien. Zo raar. Ik zou niet zo'n slecht acteur zijn. Zien we? Oké, dus Liesel, wat vind je van mijn punten? Ik vind het wel streams. Liesel de Kok vraagt, wie is dat meisje? Kappa? Oké, dat is goed. Het is niet aan de foto, hè? Nee. Ik ga... Hoe durf je? Ah, Stijn, jij zit hier. Ja, gaan we slapen. Waar is Jan? Ah, nee, ik moet even vaststellen van Jan. Ah, maar Stijn. Ja. Jij zit in de kast. Ja. Ik kan mijn Stijn denken. Hè. Ah, Stijn. Ah, mijn kop is niet lang. Twee. Eesje, woe! Kijk eens door dat ding. Ik heb geen mensen gekregen, ja. Dat doet je altijd. It's Dennis, for fuck's sake.